Gino, gefeliciteerd. Nieuwe club. Ja, dankjewel. Wat was je eerste indruk toen je hier vanochtend voor het eerst kwam? Want je was hier nog nooit geweest. Nee, ik was hier nog nooit geweest. Ja, hier natuurlijk mooi. Het stadion ligt een beetje Engels in een woonwijk. Dus ik zag de licht al toen ik op de snelweg reed. Al bijna zag ik ze al. Dus ja, ik heb zin om hier te gaan voetballen. Ja, want ik zie bij veel spelers altijd die twinkeling in de ogen als ze hier over het stadion spreken. Heeft dat dan meegespeeld in zo'n beslissing? Ja, tuurlijk. Je weet, het publiek staat erachter. Het is altijd goed vol. Dus ja, het is natuurlijk ook wel leuk om een speler te voetballen voor het publiek. En wat kan het publiek van jou verwachten? Ja, creatief voetballer. Snel, veel diepgang. En ja, ik denk dat een spits wel heel blij met mij kan zijn. En bravoer en een beetje ongeduldig, heb ik begrepen. Ja, wel ongeduldig, ja. Maar ja, nu, ik heb goed met de trainer gesproken. En ik moet het zelf laten zien op de training om natuurlijk in de basis te komen. Maar ja, ik heb er vertrouwen om hier te gaan spelen. Ja, want in december lazen wij een bericht dat jij met AZ uit elkaar ging. Waarom eigenlijk? Nou ja, ik was gewoon ongeduldig. En ja, de klik was er niet meer. Dus ja, voor mij was het gewoon belangrijk om een vervolgstap te gaan maken. Heeft het dan ook te maken dat je nu op een leeftijd bent dat je gewoon ook wel in een serieus eerste team wil spelen? Ja, ook wel. Dus ja, ik denk Go Ahead een hele volwassen ploeg. Spelen voor om te promoveren. Dus ja, voor mij een goede keuze. Ja, want bij AZ heb je niet veel gewonnen dit jaar, hè? Nee, wel van Go Ahead, maar ja. Nee, verder niks, nee. Nee. Zijn er dan nog veel reacties die je dan hier hoort als je hier binnenkomt? Van, hey, jullie hebben verdomme niks gewonnen dit jaar en dan uitgerekend tegen ons. Ja, Paul begon er wel eventjes over, dus dat is wel grappig. Maar, ja. Wat kun je zeggen over jouw voetbalachtergrond? Want voor een speler uit Gelderland zat je al vrij vroeg bij Ajax. Een groot talent dus. Ja, nou, ik heb 13 jaar bij Ajax gespeeld. En ja, toen had ik een blessure gehad, heb ik de overstap naar AZ gemaakt. En ja, afgelopen jaar veel gespeeld, half seizoen. En ja, een beetje in de kijker gevoetbald en nu kwam Go Ahead op mijn pad. Dus. Waarom is het niet gelukt volgens jou bij Ajax? Ja, ik denk mijn blessure. Ik denk dat ik deed het gewoon goed. Dus ik scoorde hat-trick en trainde met de eerste mee. Alleen ja, toen zat mijn blessure in de weg. Dus ja, wordt weer terugkomen niveau. Ik kwam terug eigenlijk uit een blessure. Toen dat jaar werden we kampioen vorig jaar. Dus dan is het ook moeilijk om daar in de basis te komen. Wel een aantal minuten gemaakt, maar ja, je merkt dan dat die jeugd zeg maar, over je heen gaat. Ja, want ik wil wel zeggen, er zit niet zo heel veel kampioenservaring in dit Go Eagles, maar jij weet hoe het is om kampioen te worden in de eerste divisie. Ja, ik weet hoe het is, ja. Ja, gaaf. Natuurlijk wel een andere beleving, want het is natuurlijk, je voelt in de tweede helft al. Dus maar we staan er nu ook goed voor, dus het zou kunnen dit jaar weer. Je hebt nummer 34 en als ik jouw biografie als voetballer een beetje lees, dan zien we toch ook overal de naam van Nouri terugkomen. Ja, dat is ook de reden dat je hier voor 34 hebt gekozen. Ja, zeker. Ja, ik heb 12 jaar met hem gevoetbald. Ja, super goede jongen. Heel erg professioneel ook. Zijn familie, ouders, echt top. Dus ja, voor mij keuze om gewoon met dat rugnummer te spelen. Ja, want moet je daar dan al lang over nadenken? Hoe gaat zoiets? Want je hoort meerdere spelers die met hem hebben gevoetbald die dat nog steeds hebben. Is dat nog steeds iets wat elke dag nog in je gedachten voorbij komt? Ja, tuurlijk. Je wordt er overal mee geconfronteerd. En op social media zie je het dagelijks nog voorbij komen. En ja, ik bedoel, je staat natuurlijk zelf ook heel vaak nog bij stil. Dus je hoort natuurlijk ook hoe het met hem is en hoe het met hem gaat. Dus ja, wel gekozen voor dat nummer. Ja. Extra een reden om hier het plezier en weer met een glimlach op het veld te staan en te gaan genieten vooral. Ja, zeker, zeker. Succes. Ja, dankjewel. Dankjewel, hè.